Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door AV Oost, uw partner in audiovisueel. Ja Joost, na twee wedstrijden stond de promovendus Staphorst aan kop. Voor wat het waard is na twee wedstrijden. En ja, jullie moesten vandaag tegen de kop lopen. 3-1 gewonnen. Verdiende overwinning? Ja, meer dan verdiend denk ik. Ja, je zegt wel kop lopen. Ik denk, ja, het zegt niet zo heel veel na een paar wedstrijdjes. We hebben ze in de voorbereiding gehad. Dat vond ik ze ja, een stuk minder dan vandaag. Maar ik denk dat alle credits naar, zeker als je kijkt naar de eerste helft. Ook op de manier waarop ja, zijn we gewoon wel effectief ook in de kansen. En beslissen we eigenlijk de wedstrijd voor rust. Wat me opviel is de mooie combinaties en de kansen die daardoor gecreëerd werden. Ja, ja gewoon goede goals. Ik denk dat we daar ook zeker de eerste helft in onze kracht waren. De tweede helft werd er veel minder gevoetbald volgens mij. Gaan we een beetje mee in het spel van Staphorst en ja, maakt het eigenlijk onszelf moeilijk. Ja, jij kwam tweede helft erin, 3-0 ruststand. Hoeveelste minuut was dat ongeveer? 60 of zo, tussen de 60 en 65. Ja, was Mirko geblesseerd of? Nee, volgens mij niet. Ik denk dat de trainer mij wat speeltijd wil gunnen. Waar ik wat tijd moet ik zeggen. Maar nee, voor mij was er niks met Mirko aan de hand. En voor jou een tijd geleden dat je gevoetbald hebt na die blessure of niet? Ja, op zich, nou, we hadden het net al even over. Blessure is eigenlijk voor corona tijdperk toen alles werd stilgelegd. Eigenlijk vanaf maart gewoon fit. En de hele voorbereiding is goed gegaan. Heel even een klein pijntje dat ik even een zaterdag moest overslaan. Maar voor de rest hartstikke fit. Met al die looptesten, voorbereiding, alles ging goed. Dus dat is wel lekker. Maar dan moet je ook minuten gaan maken. Ja, je hebt vandaag dus 30 minuten gemaakt. Hoe ging het voor jezelf? Ja, invallen is altijd wel lastig, vind ik. Je komt weet je, in een soort vechtvoetbal de tweede helft al erin. Zij pompen alles erop bij in. Centraal bij ons achterin. Ja, op zich gewoon een prima ding gedaan. Ja. Ja, ze speelden vrij opportunistisch. Ze gingen 1-op-1 spelen achterin en lange ballen. En ja, ze zijn daar toch wel redelijk goed in. Dus toch wel een gevaar eigenlijk. Ja, ze hebben een paar jongens achterin die ballen gewoon goed weg kunnen leggen. En genoeg lengte voorin. Ze gingen in de tweede helft ook met vier spitsen spelen. Dus eigenlijk stonden we 1-op-1. Hadden we één iemand ervoor altijd. Of Derian of Niels. Maar goed, ja, er was even ander voetbal werd gevraagd vanaf onze kant. Ja, fysiek kon je het ook merken bij de spelers van Excelsior, vond ik. Dat ze het zwaar hadden? Of... Ja, ook lichte blessures. Ja, een paar lichte pijntjes. Voor mij was het bij Niels een beetje krampachtig, dacht ik. En Hielke volgens mij weer wat een klein pijntje, maar ik heb hem nog niet gesproken. Ja, 3-0 de rust. Zij kregen op een gegeven moment de penalty. Die maken ze 3-1. En wat voor gevoel had jij toen? Het was een minuut. Wat zou het zijn? 70 of zo? 4, zoiets? Dan krijgen ze toch weer hoop. En dat merk je aan. Ze pakken snel die bal. Ze peppen elkaar op. Maar ja, hele grote kansen hebben ze volgens mij ook niet nog gehad daarna. Ja, een beetje op de tweede bal hopen staan. Hè. Ze pompen die bal erin, maar kijken hoe die valt. En ja, dat is het alles weg wat voor je voeten komt. Maar aan de andere kant, ze gaven ons ruimte, maar daar gingen we slordig mee om. Heel slordig, ja, klopt. We hadden echt wat ook al eenmaal op slot kunnen gooien. Je weet dat die ruimte er komt. Nou, met Jamaro met de snelheid helemaal. We stuurden hem een paar keer goed weg. Het is jammer dat we niet gewoon de wedstrijd helemaal op slot hadden kunnen gooien met de 4-1. Dan weet je ook dat het klaar is. Al met al een verdiende overwinning, 3-1 vandaag. Jullie staan redelijk bovenaan voor wat het waard is op dit moment. Maar gezien de brede selectie geeft dit toch wel hoop voor het hele seizoen. Ja, prima start. Trainer had nog voor de wedstrijd opgeschreven. 3 wedstrijden, 7 punten. Als ze dat kunnen halen, dan is het een prima start. Ja. Ja, nou, nogmaals gefeliciteerd. En fijn dat je weer minuten hebt gemaakt. En hopen dat je meer minuten mag krijgen. Ja, dat hoop ik wel. Ja. Ja. En dankjewel. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door AV Oost. Uw partner in audiovisueel.